Welkom bij Jean Genie in Newbistan. Ik was op zoek naar zand. Hierachter ergens is de desert. Daar geloof ik dat het desert is. En toen zag ik in de verte een tempel. En toen ben ik naar die tempel gegaan. In het legerhoofd, kijk, daar is de tempel. En toen zag ik nog een huisje. Of een dorpje. En hoe dichterbij ik kwam, hoe verbaasder ik werd. Want dit hele dorp ligt totaal onder water. Haha. En ik heb hier nou mijn laatste dirt in gedaan. Dirt die ik bij me had, want ze vielen gewoon het water in. Zo van bam, ze waren gewoon het water in. Dus ja, dan ga ik natuurlijk weer redden. Of weer de reddingsactie uitvoeren. Hè. En ze zitten allemaal hier zo. Ja, ze willen allemaal graag naar buiten, maar ze kunnen niet naar buiten. Dat is echt, alles zit onder water. Ze kunnen niet bij hun graslanden. Dat gek genoeg bij hun moestuintjes. Die gek genoeg allemaal wel ingezaaid en begroeid zijn. Maar verder kunnen ze dus niet komen. Dus toen dacht ik van, hey, kijk, deze meneer hier, die wil graag naar binnen. Maar hij kan gewoon niet naar binnen. Nee, je kan gewoon niet naar binnen. En ik heb dus wel portal dingen meegenomen. Zo van, nou kan ik een portal maken. Die heb ik gelukkig ook. Hè? En hij kan wel daar naartoe en alles. Nou, verder niet. Dus ja. Je mist dus duidelijk. Hè? Ja, je bent binnen. Maar dit zat er nog in. Zo'n diamanten zat erin. Hartstikke leuk, want ik wilde een silk touch maken. Ja. Dus en ik zoek eigenlijk een plekje om de portal kwijt te kunnen. Dus ja. Ik weet niet of hier nog wat in zit. Dus doe ik het gewoon in een huis hoor. Oh, ik heb nu de deur ook, denk ik. Nou, dit is wel een heel klein huis, dus dat gaat hem niet worden. Ik denk dat ik de deur maar even ergens anders neer ga zetten. Die heb ik niet nodig. Ja, mijn paard staat verderop ook. Hè? Mijn paard staat ook verderop. Dus, even kijken hoe het hier... Oh, ja. Handig dat je dit nou weer gaat doen. Heel handig. Zo, ja. Serieus waar? Zo kan ik er toch niet langs, man? Hoe kan ik er zo nou langs? Jij kunt nu gewoon naar binnen. Ja, je kunt gewoon naar binnen. Dus ik denk dat ik jou maar even gewoon weg moet duwen. Zo. Nou kan je er wel in. Ja, want als ik jou... Ja, leuk hè? Ja, oh, hier kan ik wel een portal maken. Eerst maar eens even een ding erin, want dat vind ik ook niet alles. Dus als jij nou slim bent, dan ga je gewoon even ergens anders naartoe. Ja? Dan ga jij gewoon bijvoorbeeld weer hier naartoe. En dan doen we gewoon dit. Is dat een idee? Ja? Want ik denk niet dat het heel slim is als jij in de Nether rondloopt zo. En natuurlijk kom ik gewoon uit bij de portal van de desert. Als het goed is. Ja. Nobe heeft een pijl voor me gemaakt, zodat ik niet de verkeerde kant uit loop. Dus, maar ja, ik wilde dus wat doen. En ja, ik moet nou een heel eind lopen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Tja, ze zouden hier dus eigenlijk niet moeten spawnen. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat dit vlak is, hè? Hier. Dus ja, toch nog misschien is dat het dan wel gewoon. Even kijken, hier deze kant op.
Nou is het punt dat Noot die was bezig geweest met Dark ook. En toen dacht ik, eerst vroeg hij zo van, heb je nog wat nodig? En toen dacht ik van, nee, ik heb niet echt iets nodig. Kijk, ik heb het helemaal af hoor. Helemaal af. Ik heb niet echt iets nodig, maar ja. Ik heb geen idee welke mijn Dark ook. Thank you. Dat was wat ik wou hebben. En die ook. Ja. Eigenlijk heb ik ben ik nu kwijt wat ik wou zeggen. Dus ja, die ook. Ik dacht eens, ik heb niet zo heel veel nodig. Want wat moet ik ermee? En, maar toen had ik dat dorp nog helemaal niet gezien. En of tenminste, nog niet zo van heel dichtbij. En toen dacht ik later dus zo van, hé, dat is misschien wel verdomd handig om die neem ik ook mee. Om misschien het wel een ja, dat het toch een eiland maar, want ik moet straks natuurlijk ook een portal maken voor de andere kant. Want ja, ik kan natuurlijk niet de hele tijd heen en weer blijven lopen zo, hè. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Oh, wacht eens even, ja. Ik kan jou gewoon hier wel even aan vastzetten. Dat is wel een slim idee. Zo, lead. Alles gaat bij mij een stukje langzamer dan anders. Zo. Nou, dit is dus de desert waar wij vooral ons zand vandaan halen. Ik moet even wachten tot het die is geladen, dat ik weet welke kant ik op moet. Volgens mij moet ik die kant op, als ik het me goed herinner. Ja, want daar is dat dorp waar ik in eerste instantie naartoe was gegaan. En toen ik daar kwam, ik wilde er graag op. Ja. Ik heb hier een oversteek gemaakt voor de ezel, dat hij niet verdrinkt. Gewoon lekker. Kun je toch nog met je bootje. Lekker, hè? Zo. Hier waren heel veel mobs en daar heb ik het een en ander aanlopen redden. Zo. Ja. Net waren er nog wel vinnetjes, maar ik heb er een andere deur in gezet. Zo te zien, het lijkt wel uitgestorven. Het heeft niet mogen baten, dus. Of toch? Oh, er is er toch nog één. En jij bent daar ook nog, oké. Okay. Goed, nou ja. Reddingsoperatie niet helemaal mislukt. En je ziet het al in de verte. Dat vierkante ding daar. Daar werd ik dus naartoe getrokken. En je ziet het wat steeds duidelijker. Dat is een tempel. En deze heb ik dus leeggeroofd. En toen zag ik dus die daken.
En zoals je het nu ziet, zo zag ik het dus ook. Zo van, het leek nog wel wat. En toen zag ik dit. Allemaal water. En toen dacht ik van, goh, echt, allemaal water. Oep, dat ging mis. Toen ben ik zo gegaan, toen heb ik mijn ezel gestald. Nee, mijn paard, want ik was net op een ezel, de muilezel. Hier zo, ergens. Ik hoop dat die er nog is. Oh, het is hier. Nee, of niet? Ja, hier. Hier is die. Hier is die, als het goed is. Ja, hier is mijn trouwe ros. Haha. Zal er even een lampje bij doen. En toen moest ik hier naartoe. Nou, dus het is volledig onder het water. Door water omringd, bedoel ik. Dus toen dacht ik van, hé, hey, dat laat ik mooi zo. Haha, dat laat ik echt mooi zo. Nou, ik heb het huis aan het eind bereikt. Ik heb het maar gelijk geleveld. Dan gaat hij er hier, gaat hij er weer eentje af. Zo. Hier was ik geweest. Hier. Dan kan ik even kijken of ik daar alles heb gehad. Waarschijnlijk heb ik daar nog een huis. En ja hoor, er zijn weer een paar durpen afgevallen. Natuurlijk. Ik had ook niet anders verwacht. Eigenlijk. Nou ja. Moet ik ze maar weer helpen. En ik weet niet hoe. Ik weet even niet hoe. Ja. Zo. Oh, ja, fijn. Dan ga ik er zelf ook weer af. Zo, kom er eens even op. Ja? Kom er dan eens even op. Hup. Durp. Laatste huis nog, hè? Je kan er zo toch uit? Hoe is het nou voor flauwe girl? Je kan er zo toch uit? Hier, als je er nou niet uit kan komen, dan weet ik het ook niet meer. Zelf bij een iPhone. Ik moet even kijken waar de deur is. Ik heb geen toortsen meer. Oh, nou komen ze er eindelijk uit. Kijk, ik heb nog zat hekken hoor. Zo. Ja. Oké. Okay. Waar is de deur van? Oh, hier is de deur. Huh? Wennen? Sukkel. Ja, jammer dan, hè? Sukkel. Ja, waar moet ik nou weer zelf op aan? Gaat zo niet, hè? Nou, dat is in ieder geval iets. Stelletje sukkels. En het is op.
helemaal op. Ja, nou ja, jammer, dan moet het maar zo. Een beetje een rare constructie, maar ik weet het anders ook niet. Ik ga hier nou niet nog een keer naartoe. In ieder geval. En die durpen blijven er maar afvallen, dus ja, daar moet ook nog eentje naartoe, dat kan ook niet. Ja, dat kan dus ook niet. Daar moet ik nog steeds naartoe, maar ja. Ik heb alleen nog maar dit. Het is alles wat ik nog heb. Dus dan heb. Misschien. Of misschien. Zo. Ja. Zo gaat het je goed af. Oh. Lekker dom natuurlijk. Ja. Nou, dan moet het in feite gewoon lukken om, hè? Geen toetsen meer, jammer. Oh ja, natuurlijk. Dit nog en daar nog. Daar heb ik wel gedaan, dit heb ik nog niet gedaan en ik heb niks meer. Ik heb eigenlijk niks meer. Dus het enige wat ik eigenlijk kan doen hier is gewoon met rust laten. Dan gebeurt er verder ook niks. Ik weet dat onze noop daar niet zoveel moeite voor zou doen. Maar dat kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen. Zo, gaan ze in ieder geval niet door de portal, worden ze ook niet achtervolgd. En ik kan gewoon naar huis. Hè? Ja, dat dacht ik. Zo, ik ga gewoon, jij kan er overheen als het goed is. Oh, ga er maar af dan. Nou, dat hek halen we dan ook maar weg. Want dat hek had ik hier dus gemaakt, omdat er een zombie naar buiten kwam. Oh, rustig aan jij. Rustig aan, ik ben bijna dood. Rustig aan. Jij bent ook behoorlijk gewond. En er liep hier dus een zombie in de gang, want die was vanuit de desert door de portal gestapt. En meneer Noop heeft hier een meneer in een karretje gezet. En toen dacht ik van, dat kan niet goed zijn. Dus, hè? Nou, dag dag. Dag meneer Noop. Dag dag.